ik ben helemaal niet beeldgenicus. Nou. Een lamp. Victor Brandt. Victor Brandt? Ja. Het zijn gewoon homo's. I'm looking for beer. Wie hou je daar verantwoordelijk voor? De Partij van de Armoed. A voor armoed, maar ik bedoelde Partij van nog wat. Volgens mij was het Partij voor de... Stemde elk jaar op. Partij van alle mensen, volgens mij niet. Ja, mijn pa die heeft me zo vaak gezegd. Nee, ik weet wel, CDA is ChristenUnie. Dus. Ja. Hallo. Dit is geen overval. 030, hè? Beter als 020. Dan. Nee, beter, hè? Ja, zeker weten. Nee, ik heb nog een poep. Kaas te rapsen. Wat zei u? Om koekjes te rapsen en kaas. Is het wesp of webs? Wat doe je normaal? Ik ben afgestudeerd in rechten. Raps. Dat is een raps. Om iets fijn te maken. Ja, jawel. Jawel, ja. Hij lacht heel smerig. Nou wil ik nergens op slaan. Wat slaat er op? Het is toch rasp? Ja. Wat zei u dan? Dat zei ik toch, raps. Wat vindt u mooi aan de shows? Alles. En vooral als de shows met de mannen zijn, dan is het helemaal mooi. Nee. Ik ben bekend van tv. Ja, wat ben je ook alweer? Ik kom voor een Soul Cyber ziekenhuis. Ja, ik ook. Wat is dat? Soul Cyber ziekenhuis, ken je dat niet? Nou. Nee. U heeft met, maar geen speciaal. Nee, vind ik niet lekker. Houd ik niet van. Wat vindt u het lekkerste patat? Gewoon patat mayonaise. Mayonaise. Het laatste gedicht van mijn bundel dat heet zwangerschapsgymnastiek. Zwangerschapsgymnastiek. Dat is puffen en hijgen op de maat van de muziek. Je zal er een kind van krijgen. Ja, dat was het. Maar wat heb je nog meer buiten dit in je leven? Ja, voor de rest helemaal niks. Ik vind jullie een zulke klootzak. Je hebt ook wel van die andere hardcore feesten, maar het is niet zo geweldig als Donderdam. Donderdam heeft toch een hele aparte sfeer. Leuk dat je mij even interviewt. Wat is een diadeem? Wat is een diadeem? Daar is een hele stellage. I'm from Albania. I'm doing internship about art. What do you think about this? Wie? My husband is antiquaire. You speak Nederlands? Ik woon dus ook sinds kort op mezelf. Ja, ik ook. Van 96 al. 96. Dat is toch lastig, hè, dat hele huishouden. Ja. Meisjes met van die hele goeie. Meisjes met een hele zachte. Ja, tegenwoordig heeft ze niks meer voor de vrouwen alleen. De man gaat overal mee naartoe. Toch? Nou, nee. What I like all dit. My husband is antiquaire. You... Is dat antikraak? Antiek. Heeft u al gegeten? En gedronken. Waar? Op het Middenplein. Wat heeft u op? Een broodje met beleg. Pedro Ad. Pardon, ik heet meneer Ad. Sorry, maar wat is dat nou waar we naar kijken? Wat is dat nou waar we naar kijken? Dit is de penisprikkel. Heb ik er nooit van gehoord. De penisprikkel. Is dat dan een automaat of? Nee, een gewone versnelling. Ja, sportief pookje. Nou, als dit om die penis voor jou moet, dan. Smaakt het? Heerlijk. Wat eet u? Broodje saté. Komt op de tv. Nou. Nee. Yeah.
Heel gaaf. Ja? Ja. Waarom heb jij je oordopjes in? Ja. Ralph treedt op. Dit is homo-muziek. Hoezo? Kijk dan. Het is echt wel super gay. Ik denk dat we luisteren. Mag ik eens luisteren? Justin Bieber. Ben je gek? Jij wilt toch een politieke partij beginnen, hè? Niet je voeten op mijn deur zetten. Je wilt toch een politieke partij? Ik heb gisteren gezegd dat ik helemaal niet met jullie wil praten. Ja. Ik vind jouw gulp staat open. Maar goed, dit terzijde. Misschien. Permanente politieke partij beginnen. Dag. Wat houdt u beeld? Wat zegt u? Wat houdt u beeld? Wat houdt dat beeld? Wat bedoelt u? Wat houdt u beeld? Wat beeld houdt u? Hout niet, nee, van steen. Ik werk met klei. Mevrouw, wat zoek u? Werd ik gezocht? Nee toch? De mensen komen hier een kaarsje aansteken. Bijvoorbeeld voor een zieke, hoofdpijn, kanker of astma. En puistje op de wang, leukemie. De mensen, geheugenverlies. En misschien met servetten stempelen. Servetten stempelen, ja? Nee, servetten en stempelen. U bent een beetje de directeur. Ze zeggen het vanuit, ja, dat is, ja, klopt. Nou, dat is zo nu zijn zo en in Holland staat een huis. Die Hollandse. Kabouterplop. En hoe heet dat? Te schrijven. Pennen. Ja. Hoe zie jij de handelsrelatie van Nederland en China? Nou ja, ik vind eigenlijk dat iedereen rechten heeft en ook normen, waarden, plichten. Ik vind eigenlijk dat er gewoon in China ook vooral is ook heel veel armoede is daar. En ja, ik vind eigenlijk dan gewoon dat er redelijke rechten moeten worden ingezet. Ga je wel eens naar de Chinees? Wat zoekt u precies? Ik zoek stereoapparatuur. Stereoapparatuur? Ja, en met wie spreek ik? Ja, het komt niet. Slagers. Ja. Nee, geen slagers. Beat. Dinky Toys überhaupt vind ik leuk. Dinky Toys. Dinky Toys. Dinky Toys. Dinky Toys. Dinky Toys. Oh, hier is Dinky Toys. Dinky Toys. Dinky Toys. Dinky Toys überhaupt vind ik leuk. Is deze nou precies van afmaat van u? Nee hoor, ik ben heel bescheiden. Oké, doei!